Ja, ik praat verder met José Meijer van de CD&V. Dag, meneer De Meijer. Goedemiddag. Ja, ik hoor de vakbonden zeggen dat ze geen loonsopslag vragen, maar meer investeringen in het onderwijs zelf. Schiet de regering tekort op dat vlak? Het is vanmiddag natuurlijk vaak gezegd, 1,2 miljard euro is er bijgekomen. Mm-hmm. Maar blijkbaar voelen leerkrachten dat dan toch te weinig of misschien niet zelfs? Laat ons eerst heel duidelijk zeggen, er is heel wat gebeurd. Maar natuurlijk als je voor vele personeelsleden, 150.000, maatregelen neemt en je moet die middelen allemaal verdelen via de CAO, dan zijn dat geen grootse bedragen. Maar er zijn wel heel veel inspanningen gebeurd deze legislatuur. Ik ga dat niet betwisten, dat bedrag, maar de mensen die op straat komen voelen dat dan blijkbaar toch niet, hè, dat bedrag. Je moet eens goed luisteren naar datgene wat de mensen zeggen. Het is zeer duidelijk dat de leerkrachten bepaalde zorgen hebben. Mm-hmm. Maar als die zich naar morgen toe altijd verhalen in meer middelen, financieel, dat is natuurlijk een andere vraag. Een van de problemen die men ervaart, dat is de waardering die ze eigenlijk onvoldoende krijgen soms van ouders, van de samenleving. Maar hoe los je zoiets op als politicus? Want goed, dat is dan ja, iets wat ze aan ouders, aan de samenleving vragen. Ik vind het een heel goede vraag die je nu stelt. Ik ga een ander voorbeeld geven. Je hebt uitzonderlijke planlast die leerkrachten ervaren. Kan de minister dat alleen oplossen? Kan de overheid dat alleen oplossen? Dat ligt voor een deel aan de administratie, aan het beleid. Het ligt even goed aan de koppels, aan de scholen zelf. Voilà. Dus het is een samenwerking van vele instanties die verantwoordelijk zijn om die planlast te verminderen. Maar om terug te keren naar die waardering dan van de samenleving, hoe gaan we dat veranderen? Hoe gaan we daar iets aan doen? Ik denk dat dat een gezamenlijke opdracht is. Van directies, van schoolbesturen, van ouders, van overheid, ook van media, ook van politici. Als wij alle dagen negatief spreken over het onderwijs, welke indruk hebben de mensen dan na een zekere tijd? Laat ons ook eens die mensen een compliment geven, effectief waarderen. Lost dat hun problemen op? Zeker en vast niet. Maar er is een ganse... Ja, het gaat die moeilijke klassamenstelling niet veranderen natuurlijk, hè, waar ook over geklaagd wordt. Zeker juist. Die wijzigt niets. Maar waardering heeft... is meer dan alleen maar een klassamenstelling. Goed, maar laat dit dan een oproep zijn om die waardering te vergroten. Er wordt vandaag gestaakt omdat mensen in het onderwijs ook engagementen vragen voor de volgende legislatuur. Heb ik u horen zeggen dat uw fractie bereid is om budgettaire afspraken te maken? Zeker en vast. Ik vind het logisch dat vanuit de sociale partners nu een uitdrukkelijke vraag komt naar de volgende legislatuur. Die is dichtbij. De belangrijkste beslissingen die worden eigenlijk genomen bij de regeringsvorming. Want ja, dus het is belangrijk om vandaag dat engagement te nemen? Evident. Ja, kan u daar een bedrag op plakken? Wij weten wat de sociale partners vragen. Ja, zij vragen 1,8 miljard voor het basisonderwijs. Alleen maar ook het hoger onderwijs staat vandaag, de middelbare scholen staken vandaag. Het zal misschien nog veel meer zijn, maar plak er eens een bedrag op. Het budget van onderwijs is 12 miljard. Basisonderwijs alleen is 4 miljard. Dus 1,8 miljard daarbij, gedurende één legislatuur, dat zal u onmiddellijk begrijpen, dat niet getuigt van heel veel realiteitszin. Daarmee heb ik niet gezegd dat er niet veel moet bijkomen. Want basisonderwijs moet de prioriteit zijn. En er zijn middelen nodig. Wat het is, wat het zegt dat het is, de basis. Hè? Ja, zeker en vast. En er moeten middelen bijkomen op de werkvloer voor de schoolteams, voor de ondersteuning. Er moeten middelen bijkomen voor de directies, omkadering en dergelijke meer. En de werkingsmiddelen moeten ook verhoogd worden, van het kleuteronderwijs. Ga ik u een bedrag horen zeggen? Ik ga geen bedrag uitspreken en ik zal u ook zeggen waarom. Maar de bonden willen het wel voor de verkiezingen, want u zei net zelf, de regeringsvorming is het belangrijke moment, dat engagement zal vooraf moeten genomen worden. Excuseer, maar ik ben niet uitgesproken. Als ik nu een bedrag uitspreek, voor wij een akkoord hebben met de verschillende fracties, dan maak ik het mezelf heel moeilijk om tot een akkoord te komen. Laat ons vandaag of de volgende dagen, ik weet het niet, het hangt er vanaf hoe vlot het loopt,
minimaal met de meerderheidspartijen en liefst met alle partijen tot een akkoord komen. Maar als ik voorafname doe van een bedrag uit te spreken, dan maak ik het mezelf in die gesprekken alleen moeilijk. Dat begrijp ik, maar als ik u goed gehoord heb, wil u dat bedrag wel voor de verkiezingen met het oog op de volgende legislatuur op papier? Indien het van mij persoonlijk afhangt, ja, is dat zeker en vast het geval. Maar je hebt begrepen, als wij tot een politiek akkoord willen komen, dan zullen we dat minimaal met de meerderheidspartijen en liefst met een aantal partijen van de oppositie. Ik heb nog een paar weken om het op tafel te leggen van bijvoorbeeld de commissie. Bedankt in elk geval voor dit gesprek, José Meijer. Bedankt, beste mensen, om af te stemmen op deze zender. Volgende zaterdag kan u bij ons terecht vanaf 6 uur voor nog een ander actualiteitsdebat dat hier vanmiddag is gehouden. Een debat over wachtlijsten voor inburgeringscursussen. Dag. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.